Ik ben Laura en ik geef opvoedkunde in de derde graad. Mijn passie is om leerlingen een bredere kijk te geven op de maatschappij en meer inzicht te geven in menselijk gedrag. De Sensei-opleiding Leefgroepenwerking is een opleiding tot opvoeder. De meeste van onze afgestudeerde leerlingen gaan aan de slag in de sociale sector, bij mensen met een beperking, maar ook als opvoeder in een internaat of af en toe in de integrale jeugdzorg. Tijdens het schooljaar worden twee lesperiodes van telkens 8 weken afgewisseld met een stageperiode van eerst 6 weken en dan 12 weken. Ongeveer de helft van je opleiding bestaat dus uit stage, omdat je je competenties als opvoeder het best onder de knie krijgt als je ze kunt oefenen in de praktijk. Je loopt stage in 2 verschillende organisaties of voorzieningen. Je komt dus met verschillende doelgroepen in contact. De theorie bestaat alleen uit vakken die jij nodig hebt om als opvoeder te kunnen functioneren. De klemtoon ligt op opvoedkunde, maar daarnaast krijg je ook les in verzorging, Nederlands en expressie. Verder werken we actief rond persoonlijke ontwikkelingsplannen. Ben je zorgzaam, creatief en sociaal aangelegd en werk je graag met mensen? Zie je jezelf als opvoeder aan de slag gaan met mensen met een beperking of een andere kwetsbare doelgroep, dan is leefgroepenwerking zeker iets voor jou. Je kan starten in dit 7e jaar als je in het secundair onderwijs een richting gevolgd hebt binnen het studiegebied personenzorg of een aanverwante richting. Als dat niet het geval is, moet je eerst een toelatingsproef afleggen. De kans dat je na je studie meteen kan gaan werken als opvoeder is zeer groot. Er is veel vraag naar opvoeders op de arbeidsmarkt.